Ik zou zeggen, iedereen van harte welkom bij de Jules Boeivereniging de Bokkenschieters voor het Aardig Dorpen toernooi. We hebben prachtig weer. Ik zou zeggen, laten we proberen een hele mooie dag van te maken. En dan komt alles in orde. En dan geef ik even het woord aan onze wethouder, mevrouw Hendricks. Oh, ik maak een gevoelige snaar, hoor ik. Laten we het zo houden. Nee, maar ik bedoel, als je ziet bij voetbal zeggen ze, we moeten het buitenspel misschien afschaffen, want dat veroorzaakt allerlei strijd. Onderlinge strijd is goed, maar hier is geen ruzie. En ik zie iedereen gezellig met elkaar koffie drinken, gezellig het praatje maken weer en zeggen van, wat leuk dat je er weer bent. Er wordt ontzettend goed gezorgd voor de inwendige mens weer. Ik zie dat jullie nog dezelfde sponsoren hebben als dat jullie in het verleden hadden. De Jumbo blijft jullie ook steeds trouw. Zonder kunnen jullie ook niet. En ja, ik denk, ik kan nog heel lang praten, maar ik denk dat jullie gewoon willen beginnen. Dus ik zou zeggen, maak er een hele mooie dag van. Ik moet nu uit handen geven aan jou. En ik wil trouwens wel zeggen een dankje voor alle vrijwilligers die dit weer allemaal waarmaken en dit doen. Ik vind het echt geweldig. Dank je. Elk jaar opnieuw zie ik toch ook veel dezelfde gezichten. Maar goed, jullie staan te popelen. Eén moment, Hanje. Onze wethouder Wil Hendricks, die doet de opening van het toernooi. Oh ja. Dus ik zou zeggen, ga daarheen en probeer een bal bij een beetje te gooien. Oké. Ja.